Vanmorgen is het personeel van Van Keulen Interieurbouw even geëvacueerd geweest, omdat men vermoedde dat er explosiegevaar dreigde. Dit kwam doordat er vonken vanuit een container in een silo met houtmok terechtkwamen. Omdat niet duidelijk was of er binnen in de silo brand was ontstaan, werd het personeel naar buiten geleid. Vorig jaar ontstond er een kleine stofexplosie in eenzelfde soort silo bij Van Keulen aan de andere kant van de Van den Bergsweg. Hierbij ontstond alleen schade aan de silo. De brandweer Nijverdal en Hellendoorn werden opgeroepen om de zaak te onderzoeken. Met de hoogwerker werden de brandweerlieden op de silo gezet, waar met onder andere warmtecamera's werd gekeken of er daadwerkelijk brand was ontstaan. Gadegeslagen door tientallen werknemers van het bedrijf werd het onderzoek gedaan, terwijl de politie belangstellenden op afstand hield vanwege het eventuele explosiegevaar. Uiteindelijk bleek dat de houtmot geen vlam had gevat en konden de werknemers van Van Keulen weer aan de slag.